Het bestuur van de Rosebel Goldmine werknemersorganisatie, RGWO, praat vrijdag met de directies van IAM Gold en de Chinese koper van de Rosebel Goldmines, Zijing Mining Group. De bond voelt zich overgeslagen bij de totstandkoming van de verkooptransactie en wilde vooral klaarheid van de Rosebel directie. Middels het gesprek is de bond thans in de gelegenheid de dringende vragen te stellen aan zowel IAM Gold als Zijing. Het bestuur heeft maandag een ALV belegd waar de leden op de hoogte zijn gesteld van het aankomend gesprek. Op de ALV is ook mandaat gegeven voor het opstarten van de nieuwe CAO-onderhandelingen, zegt woordvoerder Otmar Biswane. De vorige CAO, 2021-2022, is in augustus geëxpireerd. Het percentage voor verhoging van het loon is om strategische redenen geheim gehouden. De generale voorwaarden zijn dat je nu mensen die met tijd in kan, wordt in dokterskaart geleid, ingetrokken. Nu hebben we bij de vorige onderhandelingen, dat was de onderhandeling van 20 punten, dat we wel kunnen bewerkstelligen. Dat de mensen die met pensioen gaan, hun kaart dan met 1 jaar wordt verlengd. Ja. Dus nu gaan we voor meer jaren verlengen. Want de ziekte komt pas na je pensionering. Oké. En andere markante punten? Andere markante punten zijn. We hebben nog van de week. En dat is vrijdag. Hebben we dan een onderhoud, een meeting met IAM Gold. De IAM Gold is een moedermaatschappij met IAM Gold en CN Mining. Oké. Het bestuur dan een meeting. Dat is vrijdag aanstaande. Oké, en wat gaan jullie praten over de overname? Ja, we willen klaarheid in de, zoals het tweede dat gezegd, basisrecht voor de werknemers. Dus we hebben heel veel vragen die we moeten stellen aan het bedrijf. Oké. Aan CN Mining, en dat gaan we dan doen in die meeting. Het wensenpakket voor CAO 2022-2023 zal na het gesprek met de directie van Zijing Mining Group en IAM Gold worden opgestuurd naar de directie van Rosebel Goldmines.